Ik begrijp trouwens dat Fred Handelaar de leiding nog altijd heeft. Maar die heeft dan die lengtevoorsprong op Siske de Rat. Siske de Rat van lange afwezigheid. Maar loopt hier vandaag toch een berensterke koers. 2-2 komen ze dan in de laatste rechte lijn. Met een PD en Nettle Racing in een geweldige tweestrijd. Waarbij aan de binnenzijde de Jonker Fanatic toch nog altijd de leiding heeft. Siske de Rat, hij komt er weer aan hoor. Maar vandaag nog net even niet. En Fred Handelaar bedankt zijn paard. Het is de 8 die wint voor de 7. Lotte de Vlieger naar plek 3 met de 2 Sierra Angel. Voor de 6 Evison. De 50ste is een feit, dames en heren, voor Jonker Fanatic uit 149 starts, zo hebben we nu geleerd. 11 jaar is hier deze bruine duin van Diamond Way uit Fanatic Wish. Gefokt in Duitsland door de heer Weber. De fokker is ook speciaal voor dit moment naar de baan van Alkmaar gekomen. Stal PD, de eigenaar Bas Krebas, de trainer. En aan Fred Handelaar vandaag de eer om deze unieke mijlpaal toch te bewerkstelligen. Ik heb keus, ik heb een luxe probleem hier. Laten we met Peter Delis beginnen. Peter, ik heb begrepen, dat hoorde ik van mensen buitenaf. Je was nerveus. Ja, ik was zeker nerveus, want ik had stiekem een deken gekocht voor zijn 50ste keer winst. En ik had met Arjen van der Bos afgesproken van, ja, misschien laat ik hem een week liggen, misschien laat ik hem 2 weken liggen, misschien moet je wel een half jaar wachten. Dat kan een dingetje worden. Ja, zeker. Daarom, van Bas mocht het niet, want het was de gode verzoeker. Dus Bas, ik heb niks tegen Bas gezegd, maar ik dacht, nou, ik doe het wel. Dus gelukkig, het was de eerste keer dat de deken er was en hij wint hem gelijk. Hartstikke mooi. Even kijken, wie hebben we nog meer? De fokker, meneer Weber, speciaal voor deze gelegenheid gekomen. Klopt. Ik denk, ja, zijn 50ste wil ik even meemaken. Ja, ja. 150 starts en 50 overwinningen. Is toch gebeurt niet iedereen. 50 keer genoten als fokker, dat is bijzonder, denk ik. Ja, samen met Roelredder. Samen met de roerredder. Samen met de roerredder gefokt. Waarvan akte, dankjewel. We gaan even naar Fred. Fred, gefeliciteerd. Je bent meestal niet zo van de gebaren op de finish, maar zelfs jij vond dit mooi. Ja, dit is een geweldig paard. Paard met voor mij ook een bijzondere betekenis. Toen ik anderhalf jaar geblesseerd was met mijn schouder, maakte ik mijn wederopstanding met hem op Sweepstakes Dag Groningen 2011, denk ik. En toen wonnen we gelijk weer de eerste keer uit. Dus dit paard betekent veel voor mij. Hartstikke mooi. En dan als laatste de trainer, Bas. Ook bij jou een speciaal plekje? Ja, zeker. Hij is vanaf Jaarling is weer mijn stal. Hij is nooit weg geweest. En het is zo'n fantastisch paard met zoveel goed karakter. En ja, ongelooflijk dat hij dit nog kent op jouw dag. Nou, die blessure, dat moet een serieuze zijn geweest. Ja, zeker. Maar we hebben hem alle tijd gegeven. En dan wou ik weer al bijna meer trainen. Nee, zegt Astrid, rustig aan, rustig aan. Het is makkelijk als je een dier uit zijn huis hebt. Ik moet natuurlijk ook wel luisteren. Hebben we gelukkig gedaan en het maakt super goed uit. Ja, in ieder geval is de spanning er nu af. Want het had natuurlijk zo'n dingetje kunnen worden, zo'n 50ste. Maar is het een moment om te zeggen stop of ga je een paard in topvorm niet terugtrekken? Nee, als het goed is, is hij hier nog 2 keer haal ik. Maar loopt hij hier nog 2 keer en dan bolven ze hem niet zien. Dan gaat hij gewoon op rust en dan volgt hij hopen weer mee te doen. Hartstikke mooi, dat hopen wij ook. Jonker Fanatic. Wat een paard, dames en heren. Wat een geweldenaar. En wat mooi dat er ook zoveel mensen met hem begaan zijn, waardoor hij dit heeft kunnen realiseren. Ik wil wel een heel groot applaus, dames en heren, voor deze geweldenaar. Kijk eens naar die mooie deken. Jonker Fanatic. Meter.
De start is gevallen. Begin met een galoppade voor Dylan F. Boko. En de deelnemers stormen af op de eerste bocht. Met aan de relingszijde Sierra Angel. Sierra Angel die gaat het veld op sleeptouw nemen. Maar wordt in het tweede spoor nu afgelost. Terwijl we een galoppade zien voor Tamburini. Afgelost door de opkomende Automatic Frisia. Automatic Frisia heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats hebben we erachter dan aan de buitenzijde. En nu gelijk in de hoogste versnelling opkomend Fred Handelaar. En die zet de aanval in met zijn nummer 8 Jonker van Hattic. Zeg ik dat even goed, want ik herken daar niet de PD-kleuren. Maar het is denk ik wel degelijk Fred Handelaar die dan het veld de weg wijst vanaf dit moment. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. Rechte lijn voor de tribune aan kop. Dus Jonker van Hattic, dat heeft Handelaar knap gedaan. Lengtevoorsprong op Automatic Frisia op de tweede plaats. Daarachter dan aan de binnenzijde Sierra Angel. Aan de buitenzijde komt daar naar voren Jos J.E. Die krijgt geen dankbare koers. En wordt wel de ideale gangmaker voor Siske de Rat die erachteraan komt. En achter Siske de Rat hebben we dan aan de binnenzijde weer die 3 identieke kleuren dicht bij elkaar. Maar nu kunnen we ze goed herkennen. Evison. En Evison wordt gereden door Greta Postumus. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan met Jonker van Hattic hier als een groot vorst aan de leiding. Maar aan de buitenzijde meldt zich daar Jos J.E. en die kan zo dadelijk zijn post vatten aan de relingzijde van de baan op de rug van de koploper. Dat kan omdat aan de binnenzijde Automatic Frisia anderhalve lengte liet vallen. Maar aan de buitenzijde gaat dan Siske de Rat zich melden in de frontlinie. De 3 favorieten op dit moment dicht bij elkaar met op de 4e plaats erachter Automatic Frisia die een aanval gaat krijgen van een opkomende Sierra Angel. Paarden komen 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 1 volledige ronde. En daar is de eerste aansporing aan kop voor paard nummer 8 Jonker van Hattic. Maar die reageert daar goed op en weet Siske de Rat nog aan de buitenkant te houden. Aan de binnenzijde daarachter is het dan Jos J.E. En achter Jos J.E. komt op de 4e plaats dan door Automatic Frisia. Maar die krijgt zo dadelijk een serieuze aanval van de opkomende Sierra Angel. We zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar krijgt ook Jos J.E. het wat moeilijk. En dus hebben we hier een euforische strijd. Ik begrijp trouwens dat Fred Handelaar de leiding nog altijd heeft. Maar die heeft dan die lengtevoorsprong op Siske de Rat. Siske de Rat van lange afwezigheid. Maar loopt hier vandaag toch een berensterke koers. 2-2 komen ze dan in de laatste rechte lijn. Met een PD en Nettle Racing in een geweldige tweestrijd. Waarbij aan de binnenzijde die Jonker van Hattic toch nog altijd de leiding heeft. Siske de Rat, hij komt er weer aan hoor. Maar vandaag nog net even niet. En Fred Handelaar bedankt zijn paard. Het is de 18 wind voor de 7. Lotte de Vlieger naar plek 3 met de 2 Sierra Angel voor de 6 Evison.